Hey, dit is Kevin van Snapchat Dojo en een paar weken geleden heb ik Sam gefotografeerd. Sam is een meisje met hele bijzondere ogen en dat zul je zo meteen zien. Alhoewel, je hebt natuurlijk al gezien in de YouTube preview image. En ik vond deze foto's eigenlijk een goede gelegenheid om het te hebben over een van de belangrijkste dingen, in ieder geval de belangrijkste technische aspecten van portretfotografie. En dat is scherpstellen op de ogen. Als je mijn video's leuk vindt en je leert wat van, vergeet dan ook niet te abonneren op mijn kanaal en deze video te liken. Zoals je hier ziet, heeft Sam een bruin oog en een blauw oog. En dat is heterochromie. En ja, je kent het waarschijnlijk ook wel van David Bowie bijvoorbeeld. Het schijnt dat 1 op de 2 miljoen mensen dit heeft. Nou, dat is natuurlijk super bijzonder en heel uniek. En wat ik dus wilde vertellen in deze video is dat het scherpstellen op de ogen, in ieder geval bij een portret, in ieder geval bij een close-up portret bedoel ik, is heel heel belangrijk. Ja, ze zeggen wel eens dat de ogen zijn de spiegel van de ziel. Of in het Engels volgens mij de window to the soul. En ja, bij een portret dan zijn de ogen gewoon super belangrijk. En helemaal als het een close-up is. Overigens heb ik een tijdje geleden de foto-expositie van Martin Schuller bezocht in Fotomuseum Rotterdam. En zelfs hij, zelfs een van de grote der aarde wat betreft fotografie, er zitten wat foto's tussen waarbij de ogen niet scherp zijn. En dat is zonde. Tegelijkertijd ook heel begrijpelijk. Hij fotografeert namelijk analoog met middenformaat. En ja, dat is handmatig scherpstellen. Dat is natuurlijk super moeilijk, want je moet vertrouwen op je eigen oog. Bovendien, als het model enigszins beweegt met een hele kleine scherptediepte, ja, dan zit de scherpte al snel verkeerd. Dus dat is natuurlijk hem vergeven, maar het zegt dus ook hoe moeilijk het is om scherp te stellen. Gelukkig leven we nu in een digitale tijdperk, dus scherpstellen is een stuk makkelijker geworden. Met autofocus mogelijkheden, je hebt inmiddels ook eye autofocus. Sony is daar geloof ik mee begonnen. En dat betekent dat, ja, dat de camera, er zit software in en die herkent gewoon een gezicht en dus ook een van de twee ogen, links of rechts. En dan zie je gewoon dat een groen vierkantje het oog volgt. Nou, super, super gemakkelijk. Moet ik wel erbij zeggen dat het niet altijd 100% resultaat oplevert, dus wees daarop bedacht. Maar hier zie je bij deze foto, volgens mij heb ik deze foto's geschoten met handmatige focus. Daarbij komt er alsnog een soort vergrootglas in het beeld, komt er naar voren. Waardoor je veel nauwkeuriger kunt zien of je scherp stelt of niet. En ook een zebrapatroon. En dan kun je zien aan bepaalde streepjes waar de scherpte ligt. En hier zie je, ik zal even inzoomen. Oh ja. Ja, hier zie je dat de ogen, of in ieder geval de wimpers, heel heel scherp zijn. En ja, vooral bij een close-up portret is dat belangrijk. Overigens heb ik met f8 geschoten. En hier zie je dat de oren van haar ook al onscherp zijn. Dus zelfs met f8 kun je dus dit effect krijgen van onscherpte. Nou, als ik met een grote diafragma had geschoten, t.8 bijvoorbeeld, dan was dit natuurlijk nog onscherper geweest. Overigens heb je hier, zie je reflectie in de ogen. Twee soorten reflecties. Hier zie je de reflectie van de lamp, hè? Dus gewoon de studioflitser. En onderin zie je een reflectie van een zilveren reflectiescherm. Ja, de naam zegt het natuurlijk al. En voor demonstration purposes zie je hier dat ik scherp stel met Live View van Nikon. Dat betekent dus dat je de spiegel eigenlijk als het ware al omhoog klapt via een bepaalde functie, een bepaalde knop. En dan kun je met Live View het scherpstel vierkantje kun je over het hele beeldvlak bewegen. In tegenstelling tot als je gewoon door de zoeker kijkt bij een spiegelreflex, dan heb je maar een beperkt aantal scherpstel autofocuspunten. Met handmatige focus kan dat natuurlijk wel. Het voordeel van Live View is dat je dus ook kunt zoomen in het beeld. Het is eigenlijk gewoon een digitale weergave van wat je ziet. En dan kun je dus inzoomen en dan kun je dat scherpstel vierkantje kun je dan ook nog bewegen tot je op het oog zit van je model, in dit geval Sam. En dan kun je afdrukken. Superhandige functie. Deze foto heb ik uiteindelijk gemaakt met mijn Fujifilm, dus daar gebruik ik handmatige focus voor, manual.
is iets moeilijker en het kan hit en miss zijn. En hier heb ik nog wat foto's. Hier een foto met haar blik naar beneden gericht. Dat gebeurde eigenlijk spontaan en ik zei van, hey, hou dit vast. Heel sereen, heel mooi. En overigens heb ik hier ook voor gezorgd of voor gekozen om haar haar achter haar hoofd te laten hangen. In tegenstelling tot deze foto. Hier zie je nog mooi haar staart over haar schouder. Vond ik wel een mooi visueel element. En dit haartje hier, ik zat erover te twijfelen om het weg te photoshoppen. Maar eigenlijk vind ik dat wel, vind ik dat wel iets hebben. Iets schattigs, iets charmants, iets speels. Het is dan, als het ware, de imperfectie is juist perfect. Het is gewoon een haartje wat daar over haar voorhoofd valt. En het zij zo, ik vind het wel, wel leuk. En deze heb ik ervoor gekozen om iets dichterbij te kroppen. Omdat je dan meer, je aandacht wordt meer getrokken naar haar blik. Die een soort van dromerig voor zich uit aan het staren is. Met overigens een blauwe achtergrond. Ook weer om haar blauwe oog te benadrukken. En hier een foto met zwarte kleding en een zwarte achtergrond. Waarbij je echt gefocust wordt op haar ogen. De rest is helemaal een soort van neutraal qua kleuren. En hier zie je dan, haar ogen vallen dan natuurlijk meteen op. En ook hier, ik zal even inzoomen, zie je dat haar wimpers echt super scherp zijn. En overigens is dit nog APS-C, Fujifilm X-T3. Dus kun je nagaan als dit met een full frame camera geschoten is. Dan zie je nog veel meer detail. Overigens vind ik het wel heel moeilijk en daar ben ik de laatste tijd mee aan het experimenteren om echt op de pupil of de iris scherp te stellen. Die bepaalde draadjes die je in de iris ziet, die zie je hier toch wat minder scherp. Hoewel ik zelf aan mezelf merk dat als de wimpers onscherp zijn, dat gaat me irriteren. En dat de iris hier voor mijn gevoel wat minder scherp is, dat vind ik dan zelf misschien minder erg. Ik vind het zelf fijn als de wimpers scherp zijn. En tot slot nog een totaal shot, van ten voeten uit noem je dat. Gewoon voor de variatie. Dat heeft natuurlijk niks met ogen scherpstellen te maken. Het is goed om tijdens een fotoshoot wat te variëren. Qua licht, qua afstand, wat breng je van je model in beeld. En dit is tegelijkertijd ook een soort spontaan, semi-spontaan tussenmoment als het ware. Sam zat gewoon een beetje met haar haar te spelen en tussendoor maakte ik foto's. En haar hand achter haar lichaam, dus achter haar rug, dat was ook een soort van, dat zag ik spontaan gebeuren. Ik zeg van, hou je hand achter je rug. Dat geeft wel een soort van gestileerde look. Ook heb ik haar wat breder laten staan. En ik heb ervoor gekozen om de foto in zwart-wit te maken, waardoor het heel erg gaat om vorm en een soort van grafische weergave. Ik vind het gewoon een vette foto, al zeg ik het zelf. Heel even terug weer naar de eerste foto waarbij haar ogen natuurlijk echt uit het scherm knallen. Ik moet toegeven dat ik de verzadiging van haar ogen heb ik een klein beetje omhoog gebracht. Waardoor ze veel sprankelender en veel sterker naar voren komen. Ik zal nog een keer inzoomen. En je ziet dat de wimpers en ook de iris trouwens wel echt scherp. De figuurtjes in de iris zijn natuurlijk niet keiharde vormen. Dus dat is wel mooi als het zo eruit ziet. En de wimpers zijn gewoon heel scherp. Dus eigenlijk zijn er drie manieren om scherp te stellen. Samenvattend, als je een spiegelreflex hebt met live view. Dat is manier 1. Manier 2 is met je autofocus scherpstel vierkantje met een systeemcamera. Bij een systeemcamera heb je vaak honderden scherpstel autofocus mogelijkheden in tegenstelling tot een spiegelreflex. Dus je hebt veel meer opties om dat vierkantje precies op het oog te laten vallen. Bovendien heb je de mogelijkheid om een soort vergrootglasfunctie te krijgen, waardoor je dus echt kunt inzoomen en ook heel goed kunt zien of het oog scherp is. Gecombineerd, al dan niet gecombineerd met manual focus. Manual focus kan natuurlijk ook. Dan heb je dus aan je lens heb je een focusring en die kun je dan bewegen op zoek naar de focus. Is iets moeilijker, maar is vaak ook nauwkeuriger. Is wel afhankelijk van jouw zicht en of jij goed kunt beoordelen of het oog scherp is. Tot zover drie manieren om scherp te stellen op de ogen. Ik zou zeggen, ga veel oefenen. Beoordeel je resultaat ook gelijk tijdens de fotoshoot of het oog scherp is. En
ik zou zeggen adjust accordingly, dus pas aan waar nodig. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, laat het me weten via een comment hieronder of stuur me een e-mailtje naar kevin@snapshotdojo.nl. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.